Dag meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn nieuwe game room laten zien. Hoe is het eigenlijk begonnen? Bij de shout-out. De shout-out gaat naar Sandy Moons en die zegt like als Shamila zich moet inschrijven voor Big Brother. Ik was er eigenlijk al mee bezig en ik had alles al ingevuld, maar ik moest daar nog een videootje opnemen en ja, ik zag er op dat moment niet uit, een beetje gelijk nu eigenlijk. En toen had ik zoiets van oké, I'm gonna wait. Like, I'm not gonna do it right now. Maar ik kan het wel doen, denk ik. We zien wel. En het woord van de dag is hashtag I love the gaming setup. Because you guys are gonna love it, hè? Maar hoe is het nu eigenlijk begonnen? Dus van de week, ik kwam binnen in mijn living. Nee, het is eigenlijk begonnen 2 weken geleden. Mijn broer kwam hier binnen in mijn living. En hij zei van, Jamila, het is echt een mooi appartement en groot en zo. Maar ja, die bureau, als je nou daar ziet, dat is zo direct heel dingen. En ik had zoiets van, jij nou, hè, brothertje. Allee, ja, ik heb ook niet veel keuze om iets anders te doen. Dacht ik. Dan, van de week zat ik achter mijn computer daar. En ja, omdat ik natuurlijk een nieuwe game PC in aankomst heb. Ik dacht even dat er iemand een accident ging doen buiten. Ik heb dus een nieuwe game PC in aankomst. En dan was ik aan het kijken op YouTube naar van die video's. En mensen dat zo een volledige game studio in elkaar zetten. En hij was zo jealous. En ik had zoiets van, oh, ik wil dat ook. Ik wil ook neonverlichting op de achtergrond. En ik wil ook een goede zachte sfeer tijdens mijn livestream. En niet zo die felle lichten in mijn gezicht. Allee, ja, snap je? En toen begon ik te denken om letterlijk te verhuizen. Ik ben echt niet aan het zeveren. Ik was echt aan het denken, I'm gonna move out. Ik ga gewoon hier weg. Ik ga een ruimte zoeken, een woning zoeken die een extra kamer heeft waar ik mijn studio kan maken. En voor mij is dat het belangrijkste. Ik ben letterlijk, als ik thuis ben, ben ik oftewel ontslapen, oftewel ben ik... Allee, ontslapen, dat gebeurt dan niet veel, maar goed. Ben ik aan het werken, snap je? Dus ik had zoiets van, voor mij is dat gewoon een heel belangrijke plaats. Belangrijker dan de rest van mijn woning eigenlijk. Dus ik wil dat dat ook gewoon goed is. Trouwens, mijn camera-instellingen staan echt heel verkeerd, waardoor dat mijn kop echt zo half geel ziet. Sorry daarvoor. Ik kan dat even aanpassen, want ik ken dat niet aan. Ja, ik weet niet wat dat beter is, maar ja, zwart, een beetje toch, hè? Dus... Ik was echt naar oplossingen aan het zoeken. Op een bepaald moment was ik aan het denken, wat kan ik hier doen in huis om deze te fixen? En toen kwam ik op het idee, en dat is echt geen zever, om mijn bed in de living te zetten en mijn slaapkamer om te bouwen naar een gaming room. Of livestream gaming room, hè, je weet wel. En toen dacht ik van, nee, Jamila, dat is erover. Je moet je slaapkamer houden. En toen besefte ik dat mijn slaapkamer eigenlijk gigantisch groot is. En dat ik perfect mijn bed kan verschuiven aan de andere kant en aan de andere kant van die slaapkamer mijn game setting kan maken. En that's what happened, guys. That's what I did. Samen met Lindsay. Lindsay heeft mij zo goed geholpen gisteren. She helped the shit out of me. We hebben hier alles gewoon, ja, veranderd. Want zoals je kunt zien, dit is de plaats waar mijn bureau eerst stond. Mensen waren daar benieuwd naar. Ja, mijn kast. Ik heb hier juist wat spullen voor opnames nodig moeten hebben. Dus ja... Hier stond een bureau en nu is dat echt een gigantische grote open plaats. Maar ik had toen ik hier kwam wonen een samenwerking met een bedrijf voor een pooltafel. Ik heb die pooltafel ook ontvangen. Tot het moment dat ik eigenlijk heel mijn huis hier aan het inrichten was en dat ik besefte van shit, ik heb geen plaats voor een pooltafel. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb aan die mensen gevraagd, wilde je die pooltafel gewoon terug komen ophalen? Want ik kan er letterlijk geen blijf mee, dat staat hier maar te staan. Die zijn dat toen komen ophalen, dat is ondertussen 6-7 maanden geleden natuurlijk. En nu heb ik ze gisteren gestuurd of ze het zien zitten om de samenwerking te hervatten. En of ze de pooltafel terug kunnen opsturen. En dan mensen, ga op deze plaats hier een pooltafel komen. Dus er is echt ruimte genoeg voor zelfs een grote pooltafel te zetten, maar het is een iets kleinere natuurlijk. Wel nog altijd een supergoeie. Maar ja, dus dat gaan we dan wel zien. En anders moet ik eens even nadenken wat ik hier zou kunnen doen, maar ik heb honestly geen idee. And without any further ado, zou ik zeggen, let's go to the room. Dus als je de deur open doet, gaat je eigenlijk direct mijn bed zien. Dat totaal heel raar in elkaar zit. Maar dat is dus mijn bed nu. Ik heb nog genoeg ruimte hier om te wandelen. Ik heb genoeg ruimte daar voor mijn kasten en zo. Ik heb wel de achterkant van mijn bed, dus dat groot ding dat erachter stak, wat daar normaal bij een bed zit, heb ik weggedaan. Omdat hij anders tegen die lamellen zat. En dat irriteerde me mateloos. So I did that away. En van mijn bed gaan we even gewoon een volledige tour doen. Look! It's my fucking studio. I love it. I really love it. Ik ga jullie zometeen ook alles even laten zien wat er op mijn kastje staat en zo. Maar ik ga jullie ook laten zien hoe dat alles eruit ziet. Als ik de lichten van de slaapkamer uitdoe, mijn lampen aanzet en alle neonverlichting. Maar laten we even kijken hier. Starten met een desk gewoon zelf. Wat er niet echt veranderd is, is mijn iMac-scherm natuurlijk voor mijn videobewerking. Mijn micro hangt hier ook nog altijd. Wat er wel veranderd is, is ik heb een extra scherm.
En ik heb juist in mijn kast nog een scherm gevonden. Dus dat ga ik hier aan de rechterkant plaatsen. Maar dan ga ik dat verticaal doen. Waarom? Op dit scherm ga ik mijn games uitvoeren. Op dat scherm ga ik de chat zetten en alle benodigdheden die ik tijdens de livestream nodig heb. Zodat ik zo weinig mogelijk dingen en tabs dingen moet open doen tijdens dat ik aan het streamen ben. Dus dat gaat wel handig zijn. Maar ik weet niet of ik daar ruimte ga hebben, omdat daar de camera staat. Dus het kan zijn dat ik dat andere scherm boven deze scherm ga plaatsen. Dan heb ik daar een scherm en daar een scherm. Wat is er ook nog nieuw? Dit toetsenbord. Klein beetje ASMR voor you guys. Dit is een RGB-toetsenbord, dat wil zeggen dat er verlichting uitkomt vanaf dat die aangesloten is. Also, mijn muis is een gamemuis, waar er ook RGB-verlichting in zit. Dus, en mijn koptelefoon die hier hangt is ook met RGB-verlichting, dus hieruit komt dan allemaal licht en dergelijke. De computer is er nog niet, die gaat waarschijnlijk pas morgen of overmorgen aankomen. Daar kijk ik enorm naar uit, maar ik heb nog zoveel werk dat ik moet doen op die computer voordat ik degelijk live kan streamen, dus ik moet echt van alles instellen nog, maar echt, ik denk gemakkelijk 70 uur om werk of zo, echt zonder zeven, iets a lot. Dan natuurlijk het belangrijkste, ja, voor jullie, want jullie zien dit gegeven tijdens dat ik aan het streamen ben, dat zien jullie natuurlijk niet. Wat jullie wel zien, is de achtergrond. En die hebben we mooi aangekleed. Met te starten aan de linkerkant een neonlamp. Komt niet gigantisch veel licht vanaf, maar whatever, het is een soort van sfeer. De neonlamp, dan heb ik hier een plant gezet die daar al in mijn living stond, maar die staat dan nu hier. Dan heb ik hier een schilderij van weet ik veel wat of wie, maar ik vond het een sfeervol extra gegeven. Dan heb ik hier in dat bakje hieronder heb ik een lampje. Dat is ook een lampje dat je kunt aanzetten. Dat is een roos bloemetje, omdat mijn setting toch wel redelijk roos is. Ook al lijkt dat nu niet zo met de belichting en zo, is mijn setting echt wel rozig. Dus dat vond ik er wel bij passen. Hier is een lamp die daar schijnt op deze muur om die sfeer te creëren. Deze licht is meestal roos. Die lamp schijnt blauw. Dus de helft van deze schilderij-ding, zal ik maar zeggen, is dan meestal zo wat blauwig. En dan gaat dat zo over in roos. Dan deze heb ik van een kijker gekregen. Dat is degene dat ik heb geunboxed in een van de themavideo's. Dat is namelijk die een micro in neonlicht. En dat is echt een super leuke toevoeging aan mijn setting. Dus dank u daarvoor. Dan heb ik hieronder een paar dingen dat ik van Lindsay heb gekregen. Die had die thuis nog liggen. Dat is ook lampjes die je aan kunt steken. En natuurlijk een middelvingerskaars. Because we all need that in life. Dan hebben we hier Gerda en Henk. Being happy kiddos. Ja, de onderste zit eigenlijk niet echt gevuld. Buiten zo wat bedradingen en zo. Maar dat is iets wat jullie op stream sowieso niet zien. Hier is er dan een plantje. Dat is een vals plantje, hè, mannetjes. Dat ga ik hier niet onderhouden, zo, dat gewoon niet. Maar een plantje is altijd een leuke toevoeging. Dan heb ik hier exact de lamp die dat ook daar staat. Die dat ook ja, een soort van licht geeft aan de muur. Dan heb ik hier nog een klein tafeltje met nog een plantje. Hierachter mijn playbutton. En dan hiervoor nog zo een mooie roos in iets-achtig. En dan helemaal daar, maar dat zien jullie ook niet op stream, heb ik nog een kadertje waar ik zo foto's in kan hangen. En ik heb nog een extra stoel staan. Gewoon voor het geval dat er eens een keer iemand langskomt en samen wilt streamen of zo. Dan kunnen we dat samen doen. En ik mag mijn klok niet vergeten. Ik heb ook deze klok hier hangen. En overall vind ik dat gewoon een enorme, leuke, toffe achtergrond. Maar dit is natuurlijk nu geen gaming scene. Ik bedoel, dat is vrij duidelijk. Wat ook handig is natuurlijk, omdat ik neem ook nog gewoon mijn studio video's op voor YouTube. Dus dan kan ik dat op een rustige basis achtergrond laten, zonder al die belichting en zo. Of misschien wel iets aan belichting, maar niet RGB-achtig, because that's a lot. Maar ik zal jullie even laten zien hoe dat de setting eruit ziet als ik de magic laat gebeuren. Dus dit is momenteel nu de setting. En laten we even switchen. Nu, op mijn stream zie je dat nog allemaal net iets harder. Dus de achtergrond hier. Die belichting dat je nu ziet, mijn camera staat niet juist ingesteld om dat licht goed te laten overkomen. Maar je ziet zo'n beetje schijnblauw op de muur, maar in de stream zie je dat nog extremer. Snap je dat echt zo'n gezellige sfeer is? En dat is de bedoeling. Ik heb hier dan mijn lampen aan staan, die daar ook net iets te hard staan nu bijvoorbeeld. Maar het is maar even om een beeld te geven van hoe dat het ongeveer gaat zijn. Maar ik ben er echt enorm, enorm tevreden mee. Maar met voor de mensen die zelf zo'n streaming setup of LED lights gebruiken bijvoorbeeld. Je kunt die LED lights bijvoorbeeld aanzetten en dan met de camera filmen en denken van huh, hoe komt dat aan mensen die dat ik online zie, heel hun muur in die kleur krijgen en ik er juist één streepje.
Je hebt heel veel te maken met je camera-instellingen. Ik heb daar ook een heel lange tijd over moeten doen voordat ik dat eigenlijk snapte. Maar de camera die ik nu vast heb, die gebruik ik ook voor te streamen. En ik kan nu zeggen dat dit niet is hoe dat eruit gaat zien. En dat dat feller gaat zijn van licht en zo. En dat is gewoon puur omdat dat te maken heeft met bepaalde instellingen die daar nu niet ingesteld staan. Maar in het echt is dat ook gewoon hoe dat jullie het nu zien natuurlijk. Dat wel, hè. En dat is ook al redelijk gezellig. Maar ik hou toch van nog net iets meer kleur en neon. Voor te livestreamen alleszins. Het fijne is ook, alle neon dat je nu ziet, kan ook Alexa spraak bestuurd zijn. Dus ik ben wel aan het denken om mijn Alexa in de studio te zetten. En dan kan ik gemakkelijk zeggen, Alexa, streaming time. En dan zit hij gewoon alles aan hoe ik je dat aan moet hebben. Het enige nadeel waar ik niet echt over na heb gedacht, is ik zit nu momenteel aan de straatkant. Jullie zullen dat ook op de achtergrond horen. Dat er regelmatig auto's voorbij komen, camions erbij komen. De microfoon die ik nu op dit moment gebruik, pakt wel redelijk geluid op van de voorkant. Dus dat zou niet al te hard mogen storen tijdens de stream. Moest dat wel te hard storen, ga ik kijken voor een microfoon die dat echt zo voor te podcasten is, zal ik maar zeggen. Die zorgen ervoor dat als je in je micro spreekt van voren en er is geluid op de achtergrond, dat achtergrondgeluid niet meegepakt wordt. Maar laat me dat vooral weten tijdens de stream zondag, of dat storend is of niet. Maar ja, tegen dan is het ook al redelijk laat, denk ik. Dus heel veel auto's gaan er niet meer voorbij rijden. Nog een nadeel, maar dat is eerder een nadeel voor de buren. Hierboven is de slaapkamer van mijn bovenbuurvrouw. Terwijl dat ik altijd heb gewerkt en heb opgenomen en leakjes heb opgenomen in mijn living, wat dat eigenlijk grenst aan het terras van de bovenbuur. Dus die hadden totaal geen last van mijn geluid. Zou dat nu wel eens anders kunnen zijn? Hè? Laten we hopen van niet. Maar ja, ik ben gewoon heel blij, want hier is dan gewoon mijn bed. Dan is mijn slaapkamer ook ineens een beetje aangekleed, want ik had letterlijk alleen een bed in mijn slaapkamer staan. En now it's like... Het is alsof ik terug thuis woon. Zo voelt dat. Toen was mijn studio ook in mijn slaapkamer. En dan ben ik eigenlijk alleen gewoon in naast mij eens samen. En dan was mijn studio een aparte ruimte, wat dat logischer is als je volwassen bent. Maar nu voelt dat zo terug alsof ik zo... Mijn studio in mijn slaapkamer moet hebben, omdat ik nog thuis woon en er is geen ruimte of zo, weet je wel. Nee, maar ik ben oprecht heel blij. Ik vind dit persoonlijk de leukste setting die ik over de jaren heen al heb gehad. Dus als je gaat kijken naar mijn bedvideo's in Stabroek, naar mijn bedvideo's bij de Kjell en naar Aalst, mijn studio, vind ik dit echt de leukste setup. De gezelligste setup en... Ja, een beetje hetgene waar ik in al die jaren wou, maar precies niet kon verwezenlijken ofzo. Als we gaan praten over mijn echte dromen, dan wilde ik een ondergrondse kelder hebben die daar volledig gedediceerd is aan mijn werk. Ik heb daar zoveel dromen over dat als ik ooit een huis koop, moet ik echt een kelder hebben dat ik volledig kan ombouwen naar een enorm grave female cave. Dat zijn dan toekomstige dromen. Maar voor nu ben ik heel blij met dit gegeven. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat jullie ook gaan genieten van de livestreams. Zoals ik al heb gezegd, gaan het 4 video's per week zijn nog op mijn kanaal. En 3 livestreams. Dus de dagen dat ik geen video post, is er altijd een livestream. Tenzij ik een keer niet thuis was natuurlijk of zo. Maar dan hebben we maandag een video, dinsdag livestream, woensdag een video, donderdag livestream enzovoort. En ik kom ook wel echt wel een beetje meer gaan focussen op livestreaming. Gewoon puur omdat ik echt heel blij ben dat ik eindelijk na al die jaren een game PC ga hebben. En ik kan daar ook een genot uit halen. En ik hoop jullie ook. Dus laat mij weten, vinden jullie de setting leuk? Kijken jullie uit naar de livestreams? Let me know, guys. Want de vrouw op de poster heeft er zin in. Ook al gaat die precies niet veel zien. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Laat het mij weten. De komende dagen kan het zijn dat ik inderdaad weer wat minder plaats. Want ik heb nu ook al 3 dagen niet gepost. De eerste dag was gewoon puur omdat ik zo moe was en ik kon niet meer. De tweede dag ben ik dan uiteindelijk op een bepaald uur in slaap gevallen. En te laat wakker geworden om nog te kunnen gaan. En dan de derde dag was omdat we heel deze studio in elkaar hebben gezet. De komende dagen kan het zijn dat ik minder post. Dat wil daarom niet zeggen dat ik niet kan posten. Maar het kan zijn minder omdat die gamecomputer komt. En dan maak ik gigantisch veel, zoals ik al zei. Instellingen moet doen om dat allemaal in orde te brengen. En dat is veel gemakkelijker als ik dan naar niks anders moet kijken op dat moment. Dus dat zien we dan wel. Maar vanaf volgende week, dus na zondag of vanaf zondag, is het wel gewoon terug een beetje schema-achtig. Niet volledig natuurlijk, maar een beetje schema-achtig. Waarin dat we dus 3 dagen in de week livestreamen en 4 dagen in de week video's maken. I love you guys. Laat me weten of je het een leuke setting vindt. En dan hoop ik jullie weer terug te zien bij de volgende video of misschien bij de volgende livestream. Alle informatie over de livestream komt nog online te staan, dus hou dat in het oog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En dan zeg ik zoals altijd, adios amigos. Doei!